Voorbije week hebben we ontdekt dat er collega-politici zijn die niet merken als er 30.000 euro meer of minder op hun rekening staat. Heel veel landgenoten, meneer de premier, moeten dag na dag kijken of er überhaupt nog wel 30 euro, geen 30.000, maar überhaupt staat er nog 30 euro op mijn rekening, ja of nee. Dat zijn de 1,6 miljoen Belgen die vandaag in dit welvarend land, collega's, in armoede leven. Hun staatssecretaris van die 1,6 miljoen Belgen heette de afgelopen 2,5 jaar Elke Sleurs. Een staatssecretaris met belangrijke bevoegdheden met een heel pover bilan. Die deel is van een regering van een land waar het leven nog altijd 250 euro onder de armoedegrens is. Dat was het armoedebeleid van mevrouw Sleurs. Ook bevoegd voor personen met een handicap, de meest kwetsbare in onze samenleving. Als die mensen vandaag naar de administratie bellen voor personen met een handicap, dan krijgen zij de bezettoon, dan wordt er daar niet opgepakt. Een samenleving, meneer De Rove, herken je aan hoe ze met de meest kwetsbaren omspringt. Die bevoegdheden zijn belangrijk, maar een staatssecretaris voor armoedebestrijding die de armoede niet kan en mag bestrijden, collega's, dat is geldverspilling. Dat is geldverspilling. Collega's van de N-VA, gedurende maanden heeft mevrouw Sleurs nagelaten om de tegemoetkoming voor personen met een handicap nog maar op het niveau van het leefloon te brengen. Dat zijn de harde feiten. Dat is het N-VA-armoedebeleid dat meer mensen richting de armoede duwt. En dus als die opvolger dat beter gaat doen, collega's, dan gaan wij de eerste zijn om te applaudisseren. Dan gaan wij de eerste zijn om te applaudisseren. Dus ofwel, meneer De Rover, duidt u een staatssecretaris aan die de armoede echt kan en mag bestrijden, ofwel wordt die post beter afgeschaft. Ik kijk uit naar het vervolg. Dank u, meneer Kalvoet, incident.